Laat je speeksel lijken op dat van je partner. als jullie vaak tongzoenen. Dit is de Universiteit van Nederland. We kennen het allemaal: het gevoel dat je heel graag even alleen wil zijn. Nou, vergeet het maar. Je bent nooit alleen. We zijn namelijk, als elk individu, één groot wandelend ecosysteem. Volgens schattingen hebben we zo'n tien keer meer bacteriën dan levende cellen. Waarvan trouwens verreweg het grootste deel in onze darmen zit. En die bacteriën die zitten daar natuurlijk niet zomaar, die hebben ook een, een belangrijke rol bij de spijsvertering, het aanmaken van vitamine. Ze houden de ziekteverwekkers buiten de deur. Maar de vraag is, waar, waarom zitten ze daar? Hoe zijn ze er gekomen? Voor we straks naar die zoen gaan, is het toch wel even belangrijk om te weten waarom die bacteriën eigenlijk allemaal in ons lichaam zitten. Uh, neem nou onze planeet. Uh, 4,5 uh, miljard jaar oud. En uh, we zijn als mens eigenlijk pas net komen kijken. Uh, slechts de moderne mens bestaat slechts de laatste 200.000 jaar en gedurende die, die biologische evolutie zie je dus eigenlijk, ja, dat zou het maar net zijn. Uh, als we nou die hele tijdspannen van die 4,5 miljard jaar, als we die nou samen zouden willen persen in 24 uur, dan kwamen de eerste bacteriën, die kwamen al om 5 uur ochtends kijken. De eencellige met een celkern, wat, wat, wat ingewikkeldere levensvorm, om 1 uur. Uh, Meerselgen om twee uur. De reptielen kwamen een heel stuk later om, uh, om half elf. Uh, de zoogdieren om, uh, om elf uur. En de primaten om uh, kwart voor twaalf. De, en de mens dus, zodat ze omrekenen, de laatste vier seconden. We zijn hier dus, we zijn, we zijn hier dus maar net. En uh, hoe hebben we dat klaargespeeld? Want die bacteriën zaten er al. De enige, manier waarom, de enige reden waarom wij hier in leven zijn, is dat we een pact hebben gesloten met die bacteriën. En uh, ja, nou, nou zullen jullie misschien denken: van ja, dat, dat komt me bekend voor. Uh, we zijn eigenlijk met ons lichaam heel erg goed in staat om al die bacteriën buiten de deur te houden. Maar uh, het interessante daaraan, en zeker de laatste tijd zijn er steeds meer inzichten over, is dat we ook ons lichaam zo gemaakt hebben. Dat we die bacteriën kunnen tolereren, het is fascinerend om je te realiseren dat uh, niet alleen in ons uh, speeksel, maar ook in onze darm, zijn tal van mechanismen aan de gang waardoor we die micro-organismen voeden. Er zijn tal van uh, micro-organismen die, uh, die eten letterlijk het, het slijmvlies dat we produceren. En um, als we kijken naar uh, de, de binnenkant van uh, onze darmen, dan maken we daar allerlei eiwitten aan. Onder andere mucus. En er zitten allerlei specialisten in onze darmen. die juist dat mucus kunnen opeten. Met andere woorden. overal zitten die bacteriën. en die hebben ook een belangrijke functie. Uh, onder onze oksels uh, zijn de concentraties een, een heel stuk hoger. En uh, het schijnt ook dat de, overigens die, die uh, populaties van bacteriën tussen mannen en vrouwen. Uh, op die plek sterk verschillen. Uh, bij mannen. Uh, zijn de, en, en die genereren ook een, een bepaalde lucht. Uh, bij mannen schijnt dat te leiden tot een uh, zo beetje Franse kaas, camembert-achtig. Bij vrouwen is het meer uh, uien, grapefruit. Ik weet niet, uh, het was voor mij niet direct een feest van herkenning toen ik dit uh, artikel hierover las. Maar ik, ik zag hier wel een paar mensen instemmend knikken. Dus het komt blijkbaar toch bekend voor. Ja, volgens de, de, de meeste onderzoek op dit gebied worden we zo, zo goed als steriel geboren. En uh, ja, vanaf het moment dat we het geboortekanaal verlaten, daar zitten overigens een hoop bacteriën die belangrijk zijn voor een eerste start, uh, zie je dat we gekoloniseerd worden. Over het algemeen is die, is die populatie in de eerste drie jaar dan nog redelijk variabel, maar uh, daarna stabiliseert die zich. En we zien hele grote uh, individuele verschillen. Maar het is opvallend hoe per individu die populatie over het algemeen stabiel is in de tijd. En. Uh, dat was nou precies een uh, vraag waar ik me eventjes mee uh, bezig wilde houden. Want ik, ja, ik zeg wel stabiel in de tijd, maar uh, uh, is er nou geen uh, voorbeeld te verzinnen van een, uh, van een handeling waarbij je wordt uh, blootgesteld aan een hele grote concentratie bacteriën? En uh, toen heb ik dus, uh, omdat ik, uh, uh, ik werk... Dat had ik nog niet helemaal duidelijk gezegd misschien voor, uh, voor TNO. Maar ik heb ook een baan bij uh, Artis, waar ik betrokken ben bij het uh, Micropia Museum. Dus toen hebben we daar de handen in neergeslagen, geslagen. En hebben we een, een onderzoek gedaan uh, waarbij we hebben gekeken naar het, uh, het effect... Op die, uh, op die populatie bacteriën in de mond na een, uh, na een tongzoen. En uh, ja, ik uh, heb daarvoor uh, vanavond uh, twee vrijwilligers gevonden... die uh, Graag willen bijdragen aan het onderzoek. Uh, mag ik jullie uh, naar het podium uitnodigen? En uh, een hartelijk applaus voor uh, twee vrijwilligers die een de demonstratie gaan geven. Een, uh, wat is jouw naam? Madelon. Madelon en. Ik heet Jasper. Jasper. Ah, oké. Okay. Nou, welkom. Uh, heel erg leuk dat jullie mee willen doen. Ik geef de microfoon eventjes aan jou. En uh, ja, het, het moet wel uh, onafhankelijk onderzoek zijn. Dus jij krijgt een uh, koptelefoon op. Zodat. Um, zodat je haar antwoorden, als het goed is, nu, uh, nu niet kan horen. Um, ik heb namelijk uh, als onderdeel van het onderzoek. Dus uh, uh, wat we hadden gedaan is. Uh, op een uh, mooie zonnige dag in, uh, in Artes, dus een aantal uh, uh, ja, vrijwilligers gevraagd. Koppels over het algemeen natuurlijk. Om, om te vragen of ze aan het onderzoek willen meedoen. En we hebben dus uh, voordat we het onderzoek gingen doen, iedereen gevraagd. We uh, hebben twee uh, vragen gesteld. En uh, de eerste was: uh, hoeveel keer je gemiddeld per week zoomt? Oeh, um, ik, ik denk toch wel elke dag één keer. Dus. Um... Nou ja, dan in het weekend misschien iets meer. <laughs> uh, nou, het gaat om een gemiddelde, hè? Ja, en met tong dan ook. Ja, het gaat wel uitsluitend ja. om intiem zongen, ja. ja. Uh, tien keer per week. Tien keer per week, ja. oké. Okay. Ja. Okay. En uh, voor het onderzoek is ook nog belangrijk om te weten uh, hoe lang het geleden is voor, uh, uh, dat je voor het laatst gezoend hebt. Dat is... Ja, we hebben gisteren wel een beetje geoefend. Gisteren. Gisteren ja. Oké, okay, dus uh, laten we zeggen zo'n uh, 24 uur terug of zo? Ja. ja. Oké, okay. nou dankjewel. Dan ga ik nu uh, jou de koptelefoon geven. Ja, dus, uh, even kijken. Nou, is dit natuurlijk niet zo belangrijk meer, want je bent de laatste die ik interview. Maar uh, ik wilde jou nog vragen voordat we straks aan het uh, onderzoeken is. Hoe vaak zoen je tongsdoen, moet ik zeggen, om even duidelijk te zijn, mm -hmm. per week? Een mm, stuk of wat per dag. Vijftig. Vijftig. Oké. oké. En uh, ja, het dat is, dat is waarschijnlijk zo kort geleden dan. Maar ik, ik wou je ook nog even vragen. Uh, wanneer dat dan voor het laatste was? Uh, um, gisteravond. Gisteravond. Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Dus die. die, die, die... Vandaag drukt wel een beetje het gemiddelde, als ik het goed begrijp. De, de nacht is nog jong. Oké, de... <laughs> oké. Okay, okay. Nou, prima. Ja, Het is, het is interessant, want uh, dit was eigenlijk ook precies wat, uh, wat er uit het onderzoek kwam. wat we in, uh, in Artes hadden uitgevoerd. Dat uh, het constant bleek dat uh, de mannen, uh, laat maar zeggen. die frequentie heel erg aan het. Ja, dit mag je allemaal horen hoor, dat is geen. Uh, geen geheim. Dat de mannen, uh, laat maar zeggen. De, de veel, veel hogere frequentie opgaven dan de vrouwen. Dus. Uh, ja, hij had het over 50. Kan je die iets oh. bij voorstellen? <laughs> uh, nou ja, goed, dan gaan we nu beginnen met het onderzoek. Dus uh, dit zijn uh, de, de volledige bacteriële populatie uh, wordt, uh, wordt onderzocht die je op, je op je tong vindt. We hebben overigens een plaatje van wat je ongeveer op je tong uh, kan aantreffen. Dus een elektronenmicroscopische opname. Dit is een beetje een idee van, van, de, van de laag bacteriën die op je tong zit. Uh, dus ik ga daar nu met dit uh, wattenstaafje wat van afhalen. Zoals dus als je even je tong uit wil steken, graag. Ja. Dus ik maak even een. Ja, dankjewel. Dan hebben we dit. Even kijken. Het moet nu meteen worden ingevroren. Daar heb ik hier een, uh, wat, wat uh, drooghuis voor. Uh, zodat dit. Wat het punt namelijk is, is dat die, uh, de samenstelling van die bacteriën verandert natuurlijk nog. Dus vandaar dat ik dit echt uh, zo snel mogelijk invries. En dan gaan we vervolgens... Mag ik bij jou ook eventjes? Ja. Yeah. Dank je wel. Oké. Okay. Zo, dan hebben we hier de samples voor het zoenen. Dan... Uh, ja, ik, heb, ik beschik niet echt over een stopwatch. Dus is het, misschien is het handig als we met de zaal even af... Ik moet namelijk die, de, de data wel goed kunnen vergelijken. Dus uh, de, de, we moeten ongeveer we moeten dus een periode van 10 seconden geven. Dus uh, ik denk... Uh, nou, ik, als, als jullie gewoon, uh, ja, ik tel met jullie af. Ik, ik ga wel altijd heel discreet met mijn proefpersonen om. Dus ik zal even... Oké. Okay. Nou, zijn jullie er klaar voor? Ja. Oké. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Geweldig. Oké, okay, kan die weer. Ja, dankjewel. Nou, bij jou nog een monster. Even kijken. Ja, dankjewel. Oké, okay, nou, dan gaan we nou gezamenlijk de resultaten doornemen. Deze staan weer op ijs. En dan wil ik jullie hartelijk danken voor je bijdrage. Geweldig. Dankjewel. Ja. Dus, uh, nou, goed. We zien uh, op, het, uh, op het scherm, als het goed is, uh, wat de resultaten waren van de studie die uh, eerder is uitgevoerd uh, in, de, in de dierentuin. We zagen bijvoorbeeld dat er een heel duidelijk uh, uh, verband was tussen de, de mate waarin het uh, speeksel op elkaar leek en het aantal zoenen per week. Nou, uh, je ziet dat. Uh, uh, het koppelde net niet eens het record heeft gebroken, want er zitten er een aantal tussen die nog een heel stuk hoger zijn. En dus wat je daar ziet is een ongelijkheidsindex. En die ongelijkheid die neemt steeds verder af naarmate het aantal zoenen toeneemt. Dus dat is eigenlijk een heel duidelijk resultaat wat eruit kwam. We zien in het volgende plaatje dat het ook van belang is. Tijdstip, dus de duur die het heeft geduurd. Um, voordat de laatste seizoen werd genomen. Nou, ook, ook, ook daar zie je weer dat als het pas geleden is, dus als het maar een paar uur heeft geduurd. dan uh, lijk, lijkt, lijken de bacteriën in het speeksel veel meer op elkaar. dan uh, op het moment dat dat een langere periode is geweest. Goed, op deze manier hebben we dus die, uh, die data geanalyseerd. Um, en we hebben daar nog een uh, tweede onderzoek aan, uh, aan vastgekoppeld. Want uh, wat ik ook graag uh, wilde weten in dit geval. Of ik op een of andere manier een schatting kon maken van uh, de hoeveelheid bacteriën die werden overgedragen. En uh, dat is best wel lastig, want uh, we, kregen dus die, uh, uh, we deden die analyses. En uh, je moet je voorstellen dat uh, er zitten al enorme hoge aantallen uh, bacteriën in de mond zitten. Dus, uh, volgens schattingen zijn dat er op, uh, op het speeksel en uh, ook op de tong, zijn het er wel bijna een miljard. Uh, dus uh, ja, daar, daarbij vallen natuurlijk die bacteriën die je overdraagt tijdens het seizoen. Uh, die vallen daarbij in het niet. En, ik, en wat wij krijgen uit dit soort uh, analyses zijn toch de totaalplaatjes. Dus laat maar zeggen, je moet naar een verschil kijken. Voor twee hele grote getallen. Nou, dat is over het algemeen uh, uh, dramatisch. Daar kom je niet uit. Dus uh, ja, wat hebben we nou bedacht? We hebben. Uh, Nadat de koppels mee hebben gewerkt aan het onderzoek, hebben we nog een tweede zoom gedaan. Waarbij we gevraagd hebben of ze een drankje wilden nemen. met een probiotische bacterie erin. En dat was een melkzuurbacterie die normaal gesproken in de mond nauwelijks voorkomt. En we konden in onze data, waarin we dus het overzicht krijgen van al die bacteriën. Konden we die, die, die melkzuurbacteriën natuurlijk heel goed uitpikken? Dus uh, wat we hebben gevraagd, nemen een slok van het drankje. Vervolgens hebben we even gewacht tot die bacteriën ongeveer op het niveau zaten. die normaal gesproken ook in, uh, in speeksel zitten. En toen hebben we weer opnieuw gekeken naar die, uh, naar die overdracht. En uh, toen kwamen we dus op een, uh, op een uh, hoeveelheid van ongeveer 80 miljoen gemiddeld uh, per overdracht. En. Um, we, we hebben dus aan dat, uh, uh, aan dat getal, dat hebben we dus kunnen halen uit, uit ja, laat we zeggen, gemiddeld uh, per zoen. Ik, ik kan me voorstellen dat een aantal van jullie denken van, jee, wat, uh, wat, wat interessant. En hoe zit het dan als ik een, een heel uh, bescheiden kusje geef? Zijn dat dan nog steeds deze enorme aantallen? En uh, daarvoor is het ook uh, uh, mogelijk om in, uh, in micropia... Uh, daar hebben we een deel van de tentoonstelling hier aan gewijd. De, de data van deze studie zijn ook echt uh, in, die, in het ontwerp van die, uh, die tentoonstelling gaan zitten. En daar word je dan uitgenodigd om op een podium te gaan staan uh, en om met elkaar te zoenen. En uh, daar krijg je dus live, laat maar zeggen, een, een, een beeld van uh, de hoeveelheid bacteriën die je uitwisselt. En je kan er ook op, uh, op klikken en dan krijg je allerlei achtergrondinformatie over die bacteriën... voor uh, degenen die daarin uh, geïnteresseerd zijn. In het volgende college ga ik het hebben over... Hoe je de beste darmflora kunt verkrijgen.